Ja, voordat ik begin heb ik wel eens dat ik iets wil gaan doen en dat het me niet lukt om het goed in beeld te krijgen. Of dat ik denk, dat is toch eigenlijk niet wat ik nu wil doen. Maar als ik eenmaal begonnen ben, dan denk ik in 98% van de gevallen krijg ik het wel goed uiteindelijk. Ja, ik heb heel veel van dit soort oude tijdschriften. En vaak gebruik ik mijn computer, maar nu... Soms moet ik ook weer terug naar de bronnen. En naar het originele materiaal. Ik heb kisten vol hiervan verzameld altijd. Ik gebruik eigenlijk nooit foto's die al... heel erg goed zijn. Echt iconische foto's, dus dingen die al kunst op zich zijn, die kun je helemaal niet gebruiken. Want dan ben je het alleen maar aan het kopiëren. Dan ben je ook het kunstwerk aan het kopiëren en dan krijg je één op één. Dan krijg je nooit meer dan het kunstwerk. Ik maakte altijd losse tekeningen naar aanleiding van die oude foto's die ik vond. Gewoon tekening voor tekening. Maar het is eigenlijk begonnen in, ik denk in 2005, dat ik de eerste keer ontdekte dat ik van dat materiaal dat ik hier heb, dat dat soort bouwstenen zijn, dat ik daarvan een nieuw verhaal kan bouwen. Dus het zijn allemaal feiten. En als ik die combineer op een bepaalde manier, kan ik daarvan een soort fictief nieuw verhaal bouwen. Toen die serie klaar was voor het Berlin Biennale, toen... was het jammer, want ik kon er niet mee verder. En toen heb ik twee andere figuren bedacht die met hem te maken hadden, waardoor ik veel meer verhalen nog kon bedenken. En waardoor het eigenlijk de verhalen lopen nu van 1895, toen ze zijn geboren, alle drie, de hoofdfiguren, tot 1965, dus eigenlijk bijna de hele 20e eeuw. De drie hoofdfiguren kennen elkaar. Ze zijn al van jongs af aan Dada-kunstenaars. Dus in 1914... hebben ze samen een Dada-variété-cabaretvoorstelling bedacht. En daar is het begonnen. En daar hebben ze elkaar dus leren kennen. Waren ze kunstenaars samen. Ze zijn allemaal curator. En ze verzamelen vooral tekeningen, alle drie. En dan vooral tekeningen van Grunewald. De figuur van Matthäus Borina, de hoofdfiguur eigenlijk in deze serie die nu in het gemeentemuseum hangt, heb ik gebaseerd op Hans Prinshorn. Prinshorn was een psychiater aan het begin van de 20e eeuw, die eigenlijk als eerste zijn patiënten heeft laten tekenen, of als een soort creatieve therapie, heeft hij zijn patiënten gevraagd tekeningen te maken. Dus daarom heb ik in deze serie een aantal patiënten gebruikt. Namen gegeven. Het zijn natuurlijk fictieve patiënten die soms in verwarde toestand wilde tekeningen maken en soms hele gestructureerde landschappen kunnen maken. En deze Matthäus Borina is psychiater, maar ook museumsdirecteur en hij heeft tekeningen van zijn patiënten ook daadwerkelijk verzameld. En deze serie die nu in het gemeentemuseum hangt, die is een weergave van zijn collectie, van zijn verzameling. Ben ik eigenlijk alleen maar aan het corrigeren. En gewoon fouten aan het... Dat je denkt, oh, dat klopt niet. En dan ben je aan het verbeteren. Dat is eigenlijk het hele proces van tekenen. Het verbeteren van je eigen fouten. En dan denk je voortdurend, het wordt echt helemaal niks. Die tekening wordt helemaal niks. En als jullie hier zijn, nu kijken, dan denk ik ook van, dat wordt helemaal niks. Nu ga ik door de mand vallen.